Dit is zo mooi spacend. Dit is gaaf. Ja, en jullie zullen wel vast en zeker denken van waarom heb jij nou zo'n rood hoofd, traanoogjes? Ja, nou. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 17 december 2021. En het loopt nu tegen 12:30 in de middag. Dus dat betekent dat ik mijn schoenen aan ga doen. En dat ik met deze drie dames ga lopen zometeen. Ja, want ze zijn aan het piepen. Dus dat betekent ook dat ze heel nodig moeten. Dus wij wensen jullie weer heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Er staat eentje water te drinken. Hé, meisje, water drinken. Is lekker. Daar staat er iemand. Ga naar je zus toe dan. Naar je zus toe dan. Ja. Ga. Ga. Ja. Goed zo. Oh ja, graven, dat is ook heel erg belangrijk. We moeten maar eens een keertje graven. Hè? Lovely, kijk eens. Graven. Kom helpen. Kom helpen dan. Kom helpen dan. Kom. Kom helpen. Nee. Oeh, beauty, beauty. Lady, kom eens hier. Hier. Kom hier. Hier. Oeh. Oeh. Lovely, kom dan. Kom dan. Leed, rustig, 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 rustig. Ja, toen was ik aan het filmen, schat. Nog een kuiltje maken. Oh, wat zien jullie er lekker uit ook. Hij schat. Ik zit hier samen met Dontjes. Kijk, Lady ook hier achter me. Hé, Leid. Yep. Yep. Want er komt zo'n hele mooie... Nou ja, mooi, mooi. Omdat ik die andere hele serie volg van de school hier in de buurt. Ja. Je ziet er niet uit en jij ook niet. Nee. Maar ze moeten even zitten, hè. Ze moeten ook eventjes geduld hebben, maar dat hebben ze niet. Nee. En ik zeg nu zit. Zit. Goed zo. Keurig, dat is braaf. Zitten. Jij ook zitten. Zitten. Hier mooi. Nou, mijn jas heb ik al opgehangen. Dat heb ik alweer opgehangen. En wie is dan als eerste aan de beurt? Dat is Lady. Wie is dan aan de beurt? Nee, jij niet. Ah, terug jij. Lofi, kom maar. Goed zo. Nou ben jij aan de beurt. Ja. Moet allemaal wel op een volgorde gaan, hè? Ja. Die kleed die daar ligt moet in de was. En ik had ze wat beloofd. Hé, hey, ik had wat beloofd. Ik had wat beloofd. Ja, ik heb heel veel beloofd. Maar ik heb ook heel veel, zeg maar. Ja, ik heb ook heel veel spullen. Maar ik heb ook wat het een en het ander beloofd. Dus dan moet ik het ook mijn belofte nakomen, zeg maar. Hè? Ja, jij mag deze hebben. Wachten, want ik moet pakken.
En jij mag die groene niet, want dan krijg je een allergische reactie van. Ho, dat is die groene. En dat mag je zus die groene hebben. Ik wil een groene hebben, te pakken zien te krijgen. Ja, ik heb... Nee. Ja, ik heb een groene. Nee, schat. Zo. Die gaat daar weer naartoe. Die daar. Zo. Ik heb er nou drie. Zo. Oké, mijn meiden. Kom eens hier. Ga je springen. Voor wat? Zitten, alle drie. Zitten. Zitten? Nee. Ah, leid. Dan ga ik eventjes een lampje aan doen. Vind ik leuk. Zitten, alle drie. 1, 2 en 3. Zitten. Lady, is voor jou. Die is voor jou en deze is voor jou. Alsjeblieft. Smakelijk. Maar we gaan niet op de bank. Nope. Goed zo. Ik heb hier nu lekker een tosti met curry. Lekkere 20 kruiden thee. En een lekkere bakkie met snert. Lekker. Dit is zo mooi spacend. Dit is gaaf. Yeah. Dat was even leuk. Ja. Yeah. Er gaat iemand namelijk mijn mannetje ophalen. Ja. Een hele mooie speciale auto die daar hier staat. Ja. Sowieso. Dat vind ik wel nice. Ja. 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 Oma Alex die gaat de baas halen. Ja. Ja. Echt wel. Alleen dat weet de baas nog niet. Oh. Ja. Kijk, dit is een mooie husky. Ja. Kijk, dan gaat hij draaien. Ja, ja, hij gaat nou draaien. En hij gaat dus nu mijn mannetje ophalen. Ja, alleen dat weet hij niet. Nee. Alleen dat weet Rolex niet. Of hij gaat het inderdaad hier via de verkeerslicht. Ik zal... Ah, jullie blijven binnen. Jullie blijven binnen. Of hij gaat hier zometeen daar langs. Denk ik haast wel. Ja, hij gaat die kant op. Yes. Ja, even karretjes meenemen. Yes. En Rodi staat nog daar. Kijk, die komt eraan, die komt eraan, die komt eraan. Hé, hoe toevallig. Twee, drie. Jij moet nog eens aan de bussen. Oh, ik dacht eerst even dat ze nog even naar de bussen wou. Nou, ga jij dan eerst even naar, en naar de bussen. Zo. Heel gestroomlijnd, hè? Jee! Top! Kijk! Dat was een geheimmuntje. Hi! Dan heb ik een heel leuk trucje. Kijk, dan heb ik deze. Ja! Kijk. Deze, die ga ik erin doen. Is je ook los? Hey! Hoe toevallig. Yes! Ja, en jullie zullen wel vast en zeker denken van waarom heb jij nou zo'n rood hoofd? Traanoogjes? Ja, nou.
Mijn ketting is er net vanaf gedonderd. En dat is mijn lievelingsketting, zeg maar. Nee, dat is niet leuk. Als die er vanaf is. Nope. Dus ja. Batterijtje omgelaten. Yep. Gaat het via de rustige kant. Ik denk dat beter praten met jullie. Ja. Nee, ik wil eigenlijk de auto uitstappen. Serieus. Ik denk, hé, hij blijft haken. In één keer valt alles op de grond. Ja, nou. Slechter als dat kan je me niet krijgen. Gewoon gelijk even huilen. Dus Ro eventjes mijn knuffel geven, ja. Maar hè, oma die zit hier altijd aan. Om mijn nek. Om die ketting heen. Dus ja. Dan heb ik dus oma nou niet bij me, zeg maar. Dus, maar. Dus ja, dat is eventjes Maar oké. Gaan eens even kijken wat ze hebben. Kijk, onze kerstverlichting is weg. Maar we krijgen dit ervoor terug. Ja. Kijk, en als ze nou deze aan mij geven. Om voor lekker proefmonster of weet ik veel wat. Dan ben ik helemaal blij. Ja. Ja. En dan komt er aan die kant daar ook weer. Maar het is ook dus gelijk aan weerszijde. Even zelf, kijk. Het is gelijk weerszijdig. Kijk. Kijk, ideaal. Ja. En nou komen het er ook op. De vlog. Dat is handig. Dus, ik ga naar de auto toe. Ja. Het is een beetje uitgestorven, zeg maar. Kijk. Een beetje leeg. Uitgestorven. Dag, action. Doei. Yep. We zitten opgesloten. Nee, we mogen door. Hey. Dat is leuk. We zaten opgesloten, schat. Er is niks leuks. Dit is onze tweede keer. En voor jou je derde keer, denk ik. Toch vind ik dit mooi, hè. Deze kerstverlichting. Dat mogen ze eigenlijk wel het hele jaar doen. Je vrienden. Ja, mijn vriendjes. Onze vriendjes. Maar ik wist niet en dat een stopbord en een haaientanden eigenlijk hetzelfde waren. Die omgekeerde wiebakmetjes bedoel je? Ja. Zo, Ro is er ook gezellig. Ik doe even dat lampje even wat feller aan, dan zie ik tenminste wat. Even wat feller. Zou jij even misschien die kleine raampje dicht willen doen, schat? Het is hier alleen maar koud. Oké, Ro die vraagt aan mij hoe werkt dit. Nou, we hebben dus deze gekocht net en bij de Jumbo. Lekker goedkoop. Nou, hoe werkt dat? We hebben een magnetron. Ja, zijn de goeie. Kijk, is handig. Verwijder uit de verpakking. Rooster het broodje in een broodrooster. En verwarm de schijf in een magnetron. Op vol vermogen. Stapel de burger weer op. Voeg de kaas en saus toe en geniet. Schat. Nou, en die heb ik wel. Ja, niet op de sport. Ja, dat klopt. Dus, vind je deze broodje nou ook zo lekker? Eurootje. Nee, maar dit kun je ook gewoon zo in de magnetron doen, schat. Nou, zo. Dus dat maakt niet heel veel uit. Ja, prima, hè? Gezellig. Ik ga deze vlog lekker afsluiten. Samen met jullie. Hey, vraag je. Vond je deze vlog wel leuk? Ja? Weet je wat je dan moet doen? Nee? Nou, ik wel. Hey, dat is duimpje omhoog. Dat is even hier beneden even abonneren. Ja, dat rode. Abonneerknopje. Even een leuke reactie achter. Ook heel belangrijk, even een leuke reactie achterlaten. En ook zeker het belletje even aan. Belletje, ja, die kun je vinden. Hier beneden ook.
Net zoals het rode abonneren button. Ja. Heb je hem gevonden? Wacht nog heel even. Ja, hey, top. Dan hoor je weer bij onze familie. Dankjewel. En dan zou ik zeggen dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.